It's not like it's a matter of life or death. You're not run out of love, yet there's plenty left. De auto die we nu aan het bouwen zijn, die zal dus geschikt zijn om op het circuit te gaan racen. Een piekvermogen van ongeveer 260 pk. Dus dat is, moet genoeg zijn om flink snel over het circuit te gaan racen. Ready to check. We are ready. We zijn in de D-Dream Hall. Het is een hal op de TU Delft. En het is een plek waar een aantal studententeams hun studentenprojecten eigenlijk doen. Wij zijn er één van. Het team bestaat volledig uit studenten. Ongeveer 70 mensen. 9 daarvan zijn fulltime. Die doen een heel jaar leiden die eigenlijk de stichting. En de rest zijn eigenlijk studenten van zo'n beetje alle faculteiten van de TU Delft. Soms krijgen we wel ondersteuning door professoren, maar alles wordt door studenten gedaan. Het doel van het team is om ieder jaar een raceauto te bouwen op waterstof. Omdat wij graag de waterstoftechnologie promoten als zijnde een optie voor in de toekomst. Dat we toch echt wel naar duurzame mobiliteit toe moeten. Deze auto, dat is een van de eerste, in ieder geval de eerste raceauto die op waterstof rijdt. Nou, waterstof werkt als volgt. Je hebt een tank aan boord met waterstof erin. Dat is waterstofgas en die is onder druk opgeslagen. Verder haal je zuurstof uit de lucht en in de brandstofcel zelf vindt dan een reactie plaats met waterstof en zuurstof uit de lucht. Daarmee maak je water en elektriciteit en een beetje warmte. De elektriciteit gebruik je om op te rijden en de warmte wordt gewoon via een koelsysteem afgevoerd en het water komt uit de uitlaat. Dus het mooie van waterstof is dat je op een duurzame manier zonder CO2-uitstoot kan rijden. Wat er heel bijzonder is aan de auto die wij, zeker die we dit jaar aan het bouwen zijn, is dat we echt gewoon de enige ter wereld zijn die er op zo'n manier mee bezig zijn. Heel veel dingen moeten we gewoon zelf uitzoeken. En we kunnen nergens opzoeken van, hey, hoe doen we dat nou? En dat maakt het heel erg leuk, super leerzaam. Af en toe wel een beetje moeilijk, maar it's part of the fun.